Ik ben Sunita, ik ben maatschappelijk assistent voor het OCME in Genk. De sociale dienst van Genk heeft verschillende procesteams. Wij begeleiden mensen met een andere verblijfsstatuut, dus de niet-Belgen eigenlijk, de erkende vluchtelingen, de gastarbeiders, Europeanen en mensen zonder papieren. Ik heb voor het cijfer 22 gekozen. En dat is eigenlijk het aantal cliënten die wij tot nu toe, sinds 2019, hebben kunnen helpen met het behalen van hun rijbewijs. Toen ik hier pas begon, botste ik eigenlijk tegen een struikelblok. Dat vooral het probleem was dat mensen in een soort van vicieuze cirkel bleven in armoede. Omdat ze bij elke sollicitatie gevraagd werden naar hun rijbewijs. Ik ben vooral heel trots op hun. Omdat ik zie sommigen na een jaar al dat ze de Nederlandse taal machtig zijn. En dat ze helemaal meedraaien in de maatschappij. De dankbaarheid die ik van hun zie naar mij toe. Dan weet ik ook wel dat ik iets voor hun betekend heb. Ja, zonder sociaal werk of sociaal werkers zou denk ik wel de openbare orde verstoord worden in de zin van dat dakloosheid en criminaliteit sterk zou toenemen. Dus je zou jezelf dan de vraag moeten stellen van wil ik wel in een wereld leven of in een land leven waar sociaal werk niet mogelijk is.